Hello? Anybody here? Andrei? Here. Hey! Sorry, no interview. Hoe houdt Rusland de oorlogsmachine draaiende? In deze serie zoeken en vinden we illegale handel vanuit de EU naar Rusland. Verbaast u dat? Nee, niet echt. De verdachte wist donders goed wat hij deed. Producten cruciaal voor de Russische oorlogsvoering. Bent u misleid? Ik vermoed van wel. Gebruikt? Zeker. Die via de Baltische Staten... Hallo? Sorry, no interview. En het Russische Moskou... hier opduiken in Oekraïne, waar ze dood en verderf zaaien. In deze nieuwsuurvideo nemen we je mee in ons onderzoek naar Russische smokkel. We proberen antwoord te krijgen op de vraag hoe het kan dat Rusland nog altijd westerse technologie weet te bemachtigen, ondanks strenge EU-sancties. We duiken daarvoor in douanedata, bedrijfsregisters en vertrouwelijke documenten. We spreken tientallen mensen op locaties van Voorschoten tot München en van Riga tot Kiev. Vanuit deze studio vertellen we hoe smokkelroutes en netwerken eruit zien die vanuit Rusland worden aangestuurd. En we beginnen dichtbij, in een klein dorpje in Gelderland. Dit is Gorssel, een dorpje langs de IJssel. En we zijn hier in een hele rustige, normale straat. Maar in 2022 is hier wel iets bijzonders aan de hand. Want hier, op nummer 13, woont een Rus, Dimitri K. En die stuurt vanaf dit adres hele dure gespecialiseerde elektronica naar Rusland. En Rusland kan die spullen heel goed gebruiken in de oorlogsvoering tegen Oekraïne. Het ziet er binnen al heel kaal uit. Een paar meubels. Geen afwas op het aanrecht. Niemand thuis. Jammer, want de bewoner van dit huis, Dimitri K., is de eerste die voor de Nederlandse rechter moet verschijnen vanwege schending van sancties tegen Rusland. Uit rechtbankstukken blijkt dat Dimitri K. deel uitmaakt van een internationaal netwerk dat gesanctioneerde goederen naar Rusland smokkelt. Met zijn bedrijf Woertek verscheept hij vanuit Gorssel de pakketjes. En om zijn sporen uit te wissen lopen de routes bijvoorbeeld via de Malediven en niet rechtstreeks naar Rusland. In tegenstelling tot eerdere uitvoeraangifte hadden de goederen opeens de Malediven en Kazachstan als bestemming. En op basis van de omschrijving van de goederen zou het ook gaan om goederen die vallen onder EU-sancties. Wat opvallend is dat betalingen van het Russische bedrijf TCT LLC wel gewoon doorgaan. Er worden geen betalingen uit de Malediven en Kazachstan ontvangen. De verdachte wist donders goed wat hij deed. En hij wist donders goed dat die spullen helemaal niet naar de Malediven gingen, maar naar de bedrijven in Moskou. In het strafdossier van Dimitri K. staat iets bijzonders. Vlak voor het uitbreken van de oorlog kreeg hij een groot bedrag overgemaakt, ongeveer 400.000 euro. De betaling werd gedaan door een Zwitsers bedrijf. En dat Zwitserse bedrijf is onderdeel van een groot Russisch staatsbedrijf. En dat Russische bedrijf, Rostec, produceert wapensystemen en helikopters die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Is Dimitri K. gewoon een handelaar die over de schreef gaat? Of is hier meer aan de hand? We vragen het de Nederlandse expert op het gebied van Russische inlichtingendiensten, Ben de Jong. Als die uitvoer van die technologie, die dus op de lijst van sancties staat, naar Moskou, als die doorgaat, dan kan ik me niet voorstellen dat niet op een of andere manier de Russische overheid daarin gekend is. Dus het is logisch om te veronderstellen. En dan is het logisch om te veronderstellen dat er ook hoogstwaarschijnlijk een inlichtingendienst achter zit. Ja. Een Russische inlichtingendienst. Ja. Zo, Dennis, welkom. Ga zitten. Ja, dankjewel. De douane moet voorkomen dat sancties worden overtreden. We zien nu dat de sancties die zijn ontzettend breed, dus we zien ook dat de overtredingen op allerlei vlakken plaatsvinden. Dat gaat van
Van jachten tot vrachtwagens, van kartonnen dozen tot wodka. Dat zijn overtredingen die wat een foutje is, dat de ondernemer niet goed heeft opgelet. Maar het zijn ook hele bewuste overtredingen waarbij bijvoorbeeld valsheid in geschriften wordt gepleegd door contracten te vervalsen of door onjuiste douaneaangiftes in te dienen. Hoeveel export heeft u toen tegengehouden na die controles? Uiteindelijk zijn er 500 zendingen gestopt, daadwerkelijk gestopt. En hoeveel van die 500 zendingen hebben geleid tot een rechtszaak? We hebben nu met het Openbaar Ministerie afgesproken in 65 zaken ongeveer om procesverbaal op te maken. Dus daar is er daadwerkelijk een overtreding geconstateerd die we voorleggen aan het Openbaar Ministerie. Hi. Hello. I'm Siebe. I'm Vlad. Nice to meet you. Thanks for coming. How can I help? Can we sit down? In het eerste deel van ons onderzoek zag je al dat we in Kiev spraken met de sanctieadviseur van de Oekraïense president Zelensky. Something for Europe yet to realize is that Russia's been there in this manner for decades in Europe, having their own network of NGOs, partners, maybe even companies. And of course, we do see now that there are some Russia-related companies, maybe established by some Russians in Germany, in Dutch, in France, the company in Italy. We think that more can be done about that, and this is something we've been urging the partners to do more. We weten dat Rusland dit al decennia doet. We weten dat er mensen worden opgepakt. Maar hoe dit werkt, dat blijft voor de buitenwereld verborgen. Deze man kent die wereld. Het is Freek Snel, tot de zomer directeur van een exportbedrijf uit Voorschoten, in handen van een Rus. De oorlog breekt uit en ik schrik me rot. Het bedrijf waar Snel tot de zomer werkte heet ETW. Onder leiding van de Russische eigenaar koopt het in het Westen technologie en exporteert die als medische goederen, uitgezonderd van sancties, naar Rusland. Ik vond dat ik voor mezelf kon rechtvaardigen dat ik meewerkte aan de verkoop van medische goederen aan Rusland. En ik kwam er ook achter dat... Het is niet verboden, hè? Het is niet verboden, nog steeds niet. En ik dacht ook van, kijk, zolang die goederen rechtstreeks naar Rusland gaan en betalingen rechtstreeks uit Rusland komen, is de zaak redelijk controleerbaar. Gebaseerd op het idee dat het ging om medische goederen. Nou ja, als je een factuur krijgt van een gerenommeerd bedrijf dat medische goederen geleverd worden en je betaalt die factuur, ze worden aan Letland geleverd en de Letse douane controleert de fysieke export naar Rusland. Ja. Heb ik geen reden om eraan te twijfelen dat dat ook feitelijk medische goederen waren. Nee. Oké, nou, we kunnen door. Maar gaat het inderdaad om medische goederen, zoals Snel denkt? Feit is dat de oorlog vordert en Snel zijn grip op het bedrijf verliest. Waar ik in de loop van de tijd achter kwam, was dat de goederen niet meer aan Rusland geleverd werden, maar aan Kazachstan, Hongkong. Dat betalingen niet meer uit Rusland kwamen, maar via andere ondernemingen, waardoor eigenlijk het zicht op de operatie voor mij verdween. En dat is waarom we Freek Snel spreken. Wij hebben wel zicht op de export van ETW. Mocht je deel 1 van ons onderzoek niet hebben gezien, deze stap leg ik uit. Elk pakketje dat een grens oversteekt, waar dan ook ter wereld, moet door douanediensten worden geregistreerd. Wat is het? Wie is de verzender? Wie de ontvanger? Wat is de waarde en wat weegt het? Het Amerikaanse bedrijf Import Genius geeft ons voor ons onderzoek toegang tot de importgegevens van de Russische douane. En dat is precies wat we nodig hebben voor dit onderzoek. En nu terug naar waar we gebleven waren. ETW uit Voorschoten. Ik heb altijd een overzicht gehad wie zijn onze eindgebruikers. Dat was een lijst van Russische ziekenhuizen. Denkt u dat die heeft geklopt, die lijst? Ik denk dat die lijst heeft geklopt. Maar... Is dat niet naïef? Nou, dat is misschien naïef. In de Russische douanegegevens zien we dat ETW technologie naar Moskou stuurt die wel degelijk op EU-sanctielijsten staat. Het ging voor zover wij kunnen nagaan om stekkers en stopcontacten waarmee je bijvoorbeeld printplaten met microprocessors aan elkaar verbindt. Ja. Die zijn hard nodig in Rusland, bijvoorbeeld om raketten af te schieten op Oekraïne. Ja. Ik heb dat niet direct gezien. Nou moet ik zeggen dat op een gegeven moment na de eerste fase het aantal betalingen zo groot werd dat je echt niet stuk voor stuk bekijkt. Maar nogmaals, als je een factuur krijgt waarin staat, dit is weet ik veel, een spectrometer. Ja.
En je betaalt die factuur, heb ik weinig reden om aan te nemen dat dat iets anders is dan dat. Er valt nog iets op. Voor de oorlog heeft ETW maar één klant in Moskou. Na de inval krijgt ETW opeens twee nieuwe klanten. Tenminste, op papier. Een bedrijf in Dubai en een bedrijf in Hongkong. Rusland is dan niet langer de eindbestemming van de producten, maar het doorvoerland naar die nieuwe klanten. Een voorbeeld. Op 14 augustus exporteert ETW gesanctioneerde laboratoriumapparatuur van een Zwitsers bedrijf. De waarde is ruim 85.000 euro. Op papier gaat de zending vanuit Voorschoten via Rusland naar een bedrijf gevestigd in het Maidan Hotel in Dubai. Maar daar komt het in werkelijkheid nooit aan. De Russische douane klaart het in op 16 augustus in dit Moskouse kantoor. In augustus exporteert ETW zo 135 zendingen met gesanctioneerde goederen. De totale waarde bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro. Klassieke omzeiling is, vanuit Nederland stuur je spullen die gesanctioneerd zijn naar bijvoorbeeld Hongkong. En vanuit Hongkong naar Rusland. Dan heb je een sanctie omzeild. Maar hier zien we op een hele gekke manier eigenlijk precies het tegenovergestelde. Je zegt dat je spullen naar bijvoorbeeld Hongkong wil sturen via Rusland. Dus Rusland als doorvoerland. Want dat is wel toegestaan. De Nederlandse douane moet controleren of bedrijven als ETW de sancties niet overtreden. Maar dat is toch voor u niet te controleren? Of die spullen via Rusland inderdaad doorgaan naar Dubai? Of dat je ze misschien wel in Rusland blijven hangen? Ja, dat is heel moeilijk inderdaad. Op het moment dat de bestemming buiten Rusland is, maar de goederen worden doorgevoerd door Rusland, ja, dan is voor ons niet te controleren natuurlijk. Blijven die daadwerkelijk in Rusland achter, per ongeluk? Of gaan die door naar de bestemming waarvoor ze zijn aangegeven? Directeur Freek Snel is het Nederlandse gezicht van ETW. Maar het is vooral de Russische eigenaar die de touwtjes in handen heeft. Michael Volovik. Wat voor meneer is dat? Ja, een joviale ondernemer. Een beetje iemand die gewoon opgeleid is elektrotechnicus, maar die in de loop der jaren had geleerd hoe je met handel meer geld verdient dan met handwerk. Ja. Een charmeur, ongetwijfeld een ladies man. En op het oog ook open en transparant. Dit is die eigenaar, Michael Volovik. En hij heeft een intrigerend profiel. Hij kocht voor veel geld een tweede paspoort van de Caribische eilanden St. Kitts en Nevis. Hij heeft daar ook een villa, maar hij lijkt te wonen in Israël. En hij verblijft regelmatig in Letland en Thailand. Hij gebruikt verschillende mobiele nummers en hanteert online verschillende namen. Volovik is zakelijk actief op meerdere continenten. Hij is eigenaar van een bedrijf in Canada en ook nauw betrokken bij twee handelsbedrijven in Moskou. Ja, als je dit allemaal bij elkaar ziet, dan kun je maar één conclusie trekken. Deze man wil graag ongrijpbaar blijven. In het eerste deel van ons onderzoek zag je al ons bezoek in Londen aan de defensiedenktank Royal United Services Institute. We leggen daar ook het profiel van Volovik voor. I think it's a very peculiar and interesting profile. A Russian with multiple passports, with residence in secrecy jurisdiction, that lives in Thailand, that operates companies all over the world, moving industrial equipment through circuitous routes, is very suspicious. In previous cases, people that we've seen like that have had connections to the Russian intelligence services. Ik kreeg een duidelijk signaal van iemand die absoluut geloofwaardig en betrouwbaar was, dat er connecties waren tussen dit bedrijf en de Russische geheime dienst. Ik beschik over geen enkele mogelijkheid om dat verder te verifiëren, te controleren, maar ik heb het serieus genomen. Wat voor signaal kreeg u? Het was iemand van de overheid. Uit douanegegevens en bedrijfsregisters maken we op dat Volovik een logistiek bedrijf heeft in Riga, de hoofdstad van Letland. Daarmee exporteert hij zijn goederen naar Rusland. Can you tell us the owner is Mr. Volovik? What name? Michael Volovik? No. Maar er zijn meerdere bedrijven van Volovik geregistreerd in Riga. Waar zijn loods precies zit, is niet meteen duidelijk. Samen met mijn collega Mitchell ga ik op zoek.
prime here, Stan Lummers. BV Grupa, Ewa Global, voorwoorden. Dit was een van de andere bedrijven die er ook stond. Ja? Dus misschien nog wel nog verder dan. Prime, dat is hem. Zie je? Ja. Hello? Anybody here? Andrei? Here. Hey. Are you Prime? А вы кто? Do you speak English? No. We zoeken het bedrijf Prime. We zijn van de Nederlandse TV. And? We are looking for Prime. Prime? Yes. See a Prime? Yes, the Prime. Prime. Yes. And? Are you from Prime? Yes, okay. Okay. Are you Andrei? Yes. Okay. I go to introduce myself. Hi, No. I'm Sibe. Sorry. No interview. No, not an interview, just... No. Sorry. Kun je het even vasthouden? Dan ga ik even in hem praten. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Stop even, ja? Ja. Andrei. No interview, oké? Okay? Can I ask, can I come in? I have more job. Maybe tomorrow. Oké? Oké. Okay. Tomorrow morning. We'll be back. What do you want? I want to talk to the manager. I'm not manager. No. So tomorrow morning, we come check again. Okay. Have a nice day. It is custom territory. Sorry? It is custom territory. Custom? Yes. Oh, customs? Yeah. Oh, sorry. And photo... National custom. Really? Yes. Oh, okay, sorry. You didn't know. Lijkt me ook sterk. Ja, lijkt me sterk. Dat werd er niet aangegeven bij de bordjes. Toch? Nee, er staat van alles, maar dat niet. Okay, thank you. Bye bye. Een dag later komen we terug. En nemen een tolk mee. We drive on it, right? Let's see what happens. You make a shot of the... You see, it's locked. The guy's probably not here as well. We have an appointment. We have an appointment with Prime. Go on. They asked us to come back. No. You know where he is? No? Здесь запрещена съемка. Частная территория. Таможенная. This is private territory, customs, and filming is prohibited. Okay. Hier komen we niet verder. We zoeken telefonisch contact met eigenaar Volovic. Hi, is this Mr. Volovic? Is this Michael Volovic? Yes.
Hi, my name is Siebe from Dutch TV, Siebe Sietsma. Can I help you? Maybe, I'm sorry, my English is very poor. Maybe, right? Are you the owner of ETW? Yes, of course. Okay, because you are also the owner... What's happened? Can you go outside maybe so we can have a chat? I mean the noises, you have a lot of noise. Die zijn we kwijt. In de weken na het telefoongesprek proberen we Vollevik met verschillende telefoonnummers te bellen en te appen. Telkens blokkeert hij ons. We kunnen Vollevik dus niet vragen naar zijn klanten. Maar wel zien we dat telkens één bedrijf in Moskou de ontvanger is van de zendingen. Dat heet Business Management en is opgericht door Vollevik zelf. Vanuit ETW exporteert hij dus via zijn eigen overslagbedrijf in Letland naar opnieuw zijn eigen bedrijf in Moskou. En dat is nog niet alles. In online data vinden we ook het bedrijf van de vrouw van Vollevik. Dat bedrijf heet Mashprom en is onderdeel van de Business Management Group van haar man. Mashprom heeft als klant het door de EU gesanctioneerde Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Een andere klant is Remdiesel, producent van de Russische versie van de Hummer. Het is misschien wat veel om helemaal door te nemen, maar druk hier gerust even op pauze om te zien hoe dat Nederlandse ETW onderdeel is van het hele netwerk. Bent u misleid? Ik vermoed van wel. Gebruikt? Zeker. Ik denk dat ik een nuttige idioot was en dat vind ik niet fijn om toe te geven, maar ik denk wel dat het waar is. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD wil niet ingaan op onze vragen naar mogelijke betrokkenheid van Russische inlichtingendiensten bij ETW. Feit is dat Vollevik niet in beeld is bij zowel de fiscale opsporingsdienst FIOD als de douane. Gebruikt u importdata van de Russische douane? Nee, daar maken we geen gebruik van. Waarom niet? Wij gebruiken onze eigen systemen. En op het moment dat er op wat voor manier dan ook een concreet signaal bij ons binnenkomt, die aanleiding kan geven om een bepaalde zending daarop te controleren, dan zullen wij dat doen. Maar wij maken niet standaard gebruik van de gegevens uit de Russische, van de Russische douane. Maar het is toch verbazingwekkend. Wij zien dat deze goederen in Rusland aankomen, omdat wij gebruik maken van die importdata uit Rusland. U zult dat niet zien, want u maakt daar geen gebruik van. Nou, op het moment dat, wat ik net al probeerde uit te leggen, op het moment dat wij de informatie die we als douane hebben, dus de uitvraaggifte, de allerlei andere informatie die we nationaal, internationaal met elkaar delen, op het moment dat we daar signalen uit krijgen, dan zullen we daar zeker onderzoek naar doen. Maar dan constateer ik dat u zegt, de Russische douane informatie is voor ons niet relevant. Dat is inderdaad de bewuste keuze om daar niet per definitie analyses op te doen. ETW uit Voorschoten krijgt na het vertrek van Freek Snel deze zomer een nieuwe directeur. We vragen hem om de handel van het bedrijf toe te lichten. In afwachting van zijn antwoord filmen we bij het kantoor. En dan komt hij naar buiten. Ik ben erg van geschrokken. Ja. En het gekke is dat toen ik aantrad, toen ben ik al gelijk gaan zeggen van ik wil dossiers hebben en ik wil dit zien, ik wil de douane documenten zien. En, ja. En keurig niks alles gekregen. Ja. Maar ik denk, ja, volgens mij word ik nu echt een honger gemaakt. En zo vertrekt dit jaar al de tweede directeur van ETW. Eigenaar Vollevik reageert nog steeds niet op onze vragen. Terug naar de woning van Dimitri K. uit Gorssel. K. is in afwachting van zijn vonnis door de rechter op vrije voeten gesteld. Hij is door zijn buren al maanden niet meer gezien. En het gas is al een poos niet gemaaid. Hey, dit staat leeg. De eerste meneer die gearresteerd is, een Rus uit Gorssel,
Die is voor de rechter gekomen en die is op een gegeven moment heeft in voorarrest gezeten, een maand of twee. En die is daarna op vrije voeten gesteld, omdat de rechter zei, er is geen vluchtgevaar. Hypotheek, school, gebonden aan Nederland. Mm-hmm. Die meneer is vrijgekomen, heeft zijn auto volgeladen en is naar Moskou gereden. Ja. Verbaast u dat? Nee, niet echt. Waarom niet? Een van de dingen die een Russische inlichtingendienst heel ongaarne ziet, is dat zijn personeel of andere mensen die veel weten van de manier waarop zij opereren in een westerse gevangenis terechtkomt. Dan heb je altijd een reële kans dat zo iemand in de gevangenis, door de tegenstander, dus een westerse dienst, wordt benaderd. Wil jij niet ons alles vertellen wat je weet? En dan kunnen wij misschien wel zorgen dat je wat eerder uit de gevangenis komt wegens goed gedrag. Dus dat is natuurlijk iets wat Russische diensten ten koste van alles willen vermijden. Die rechter heeft een vrij gangbare afweging gemaakt. Ja, voor Nederlandse begrippen wel, ja. Ja. Maar niet voor Russische begrippen. Nou, welkom in uw eigen kantoor, ja. Meneer Visser. Goedemiddag. Dag. Hoe heeft u contact gehad met uw cliënt? Telefonisch. Ja, want waar is hij? Hij is in Rusland. Ja. Ja. In Moskou? Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Waarom is hij niet naar Nederland gekomen om het vonnis aan te horen? Ja, dat is, daar wil hij verder niets over zeggen. Dus hij heeft ervoor gekozen om het vanuit Rusland af te wachten. Kijk, eigenlijk is het feit dat die man zo spoorslags naar Moskou vertrekt nadat hij zijn auto heeft volgeladen. Bijna een bewijs dat dus een Russische dienst erachter zit. Maar is de Nederlandse rechtspraak dan wel opgewassen tegen dit soort constructies? Ik denk dat over het algemeen geldt voor Nederland. Dat was tijdens de Koude Oorlog eigenlijk al zo, dat er bij overheidsinstanties, en dan heb ik het niet over de veiligheidsdienst, dus niet over de AIVD of de BVD, maar andere overheidsinstanties zoals de rechterlijke macht, daar is vaak niet zo'n besef van hoe zo'n Russische inlichtingendienst en hoe zo'n Russische spionageoperatie werkt. Waar zullen we het eens over hebben vandaag? Meneer heeft wel aangevoerd, ik heb een bedrijf. En daar verdien ik mijn geld mee. En ik heb gehandeld en dat mocht altijd. En ineens, van de een op de andere dag, mocht dat niet meer. Ja, ik heb een hypotheek. Die moet ik betalen. Ik moet schoolgeld betalen voor mijn kinderen. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in. De andere kant van het verhaal is dat wij in het dossier hebben gezien dat hier sprake is van het opzetten, van het verbergen van het overtreden van de wet. En dat is niet gisteren begonnen. Dat is niet op 22 februari 2022 toen de sancties werden afgekondigd begonnen. Dat speelde al veel langer. En dat alles bij elkaar betekent dat we uiteindelijk meneer zullen veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Verwacht u dat uw cliënt nog terugkomt naar Nederland? Geen idee. Nee, geen idee. Dank u wel. Dank u wel. Oké, conclusie. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar weet grote ladingen elektronica naar Moskou te halen. De Nederlandse douane ondertussen negeert belangrijke informatie vanuit Rusland die kan helpen bij de controle op dit soort producten. En regels vanuit Brussel maken het voor de Russen eerder makkelijker dan moeilijker om sanctiewetgeving te omzeilen. Dit was ons onderzoek. Dankjewel voor het kijken. Hou dit kanaal in de gaten of beter nog, abonneer je erop voor meer nieuwsuurverhalen. In de beschrijving hieronder vind je een link en als je daarop klikt, lees je alle achtergronden bij dit onderzoek en de reacties van de betrokkenen.